In deze video exponentiële verbanden. En tot nu toe hebben we de hele tijd gewerkt met de formule n is b keer g tot de macht t of a is b keer g tot de macht t. En die t, dat is dus de tijd, dat was dan in jaren of in uren. Met andere woorden, dus tijd is een van de variabelen. Als voorbeeld, we hebben de tijd in jaren, dus ik heb nu een verticale tabel. En we hebben de hoeveelheid n. En dan hebben we hebben het hier te maken met een exponentieel verband. Want we hebben elke keer een vermenigvuldiging van 9. Dus die 9, dat is je groeifactor. En 2 is dan je beginhoeveelheid op t is 0. Dus dan is mijn formule n is 2 keer 9 tot de macht t. Dus ga je die t vervangen door 4, dan vind je dit getal 13.122. Dus de variabele t is één van de variabelen. Je kunt natuurlijk ook een tabel hebben waarin niet staat tijd in jaren of in uren, maar bijvoorbeeld de dikte van lood in millimeter. Nou, is ook gewoon een tabel. En ook hier hebben we te maken met een exponentieel verband. Want bij benadering wordt er elke keer vermenigvuldigd met 0,707. Dus mijn formule is dan I is de intensiteit van straling in procenten. De beginhoeveelheid is 100 en de groeifactor is 0,707. En de exponent is D. En D staat dan weer voor de dikte van het lood in millimeter. Dus dikte is een van de variabelen. Dus het hoeft niet per se tijd te zijn. Nog eventjes naar de linker formule. De groeifactor per jaar is 9. Dus we kunnen ook berekenen de groeifactor per 2,5 jaar. Dat is geen probleem. Want dan doen we 9 tot en met 2,5. Dat komt heel mooi uit. Dat is 43. De groeifactor per millimeter is 0,707. Dus we kunnen ook de groeifactor berekenen per 2,5 millimeter. Dat doen we gewoon tot en macht 2,5. En dan kom je uit op 0,420. Einde video. Tot de volgende keer.